De schilderijen lijken uit een andere tijd te komen. Niet uit de 20e eeuw met zijn moderne conceptuele kunst, maar eerder uit de vroege renaissance. Trekt zich niks aan van de ismen, van de conceptualiteit, van de abstractie, van de expressiviteit zoals wij dat kennen. Het komt bijna van een andere planeet, maar het gaat over nu, het gaat over ons. Het is niet moeilijk om de politiek in Tuupke schilderijen te vinden. Herkenbare figuren, overbekende symbolen. En de grote doeken, twee luiken, over de vijf continenten hebben duidelijk de klassenstrijd als thema. Dit schilderij betekende de grote doorbraak voor Werner Tuupke in de DDR. Arbeidersklasse en intelligentsia. Studenten, hoogleraren, wetenschappers, samen op één doek met arbeiders. Bijna klassiek geschilderd met bouwhelmen op. Dat vonden de communistische partijbonzen mooi. Het gaf hem de vrijheid om te reizen en meer eigen vrijwerk te maken. En het leverde hem de opdracht van zijn leven op. Een enorm schilderij, een panorama, van 140 meter lang en 4 meter hoog over de Duitse Boerenoorlog van 1525. In Zwolle hangt het 1-op-10 model en dat is ook groot hoor. Op dit moment was Tuupke eigenlijk op de top van zijn macht, op de top van zijn kunnen. En was hij de meest gevierde kunstenaar in de DDR. En ze pikten dit. Dit was niet de natuurlijke smaak van de DDR-bonzen. Die hielden veel meer van lineair socialistisch realisme. En toen viel de muur. In 1989 werd alles anders in het oosten van Duitsland. Tuupke werd nog steeds bewonderd, maar ook weggezet als propagandakunstenaar voor een verderfelijk regime. Tuupke zelf vond dat zijn werk los van zijn persoon gezien moest worden. De politiek noemde hij maar matig interessant.